traits, fresh new traits. You will have the leukemia and the stillborns for free. Fresh new traits. Buy it all, go for it, make money! Wat hier gebeurt is een schaduw van wat er in Den Haag gebeurt. Wat er hier gebeurt gaat niet over beveiliging. Het gaat niet over dat het land beveiligd moet worden. Hier ontstaan producten, misschien wel nieuwe wapens die geleverd worden. Kijk wat er is geleverd aan Iran, Irak, wat nu in Syrië gebeurt. Dat zijn allemaal zaken die buiten onze controle, democratische controle vallen. En wij zijn erop tegen wat daar binnen dus gebeurt. Niet voor niets is natuurlijk minister Kampen van Economische Zaken is binnen om de economische belangen van Nederland, om die nog even een setje te geven. En de geld van de Groningers. De top in Den Haag, die vergadert of onderhandelt om het nucleaire terrorisme tegen te gaan. En het onderhandelen, denk ik, dat kan je de middel doen van baten. En waarom wordt hier nu op dezelfde dag in Amsterdam een bijeenkomst gehouden over het industrieel complex? Dat begrijp ik dan niet. Dus er moet wel wat achter zitten. How much money you made on the Fukushima disaster? For it. How much? Well, I can know. How much money you made on Fukushima disaster? How much money you made on Fukushima disaster? How much money you made on Fukushima disaster? Helemaal niemand overleden door Fukushima. Nee, er zijn 20.000 mensen omgekomen door het tsunami. Maar Fukushima heeft geen slachtoffer gemaakt. De hoeveelheid radioactiviteit die bij Fukushima in zee is gestroomd, is ongeveer 1 miljoenste tot 1/10 miljoenste van de totale normale achtergrondstraling van de oceaan. En dat zijn kortlevende radionucleïden die over 50 tot 100 jaar weer weg zijn. Het is een blip die je niet eens kan zien in je meten. En wat over Tsjernobyl? Kan je ook iets zeggen? Ongeveer hetzelfde verhaal. How much money you made on Fukushima? How much money you made on Fukushima? How much money you made on Fukushima? Het is echt business. Het is echt business wat er gebeurt. En businessmen die er zijn. U kunt het zien. How much money you made on Fukushima disaster? 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 How much you got paid? Is het een secret? Have a nice day. Mensen gevraagd om in naam van de vrede, tot behoud van de aarde en al wat daar leeft. Wapens het liefst dat een ploeg willen smeden, voor een oogst die aan allen weer overvloed geeft. Mensen gevraagd om hun nek uit te steken en om tegen de waans in de straat op te gaan. Mensen die helder de waarheid beseffen, dat wie schiet op een ander zichzelf ook, dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet. Mensen gevraagd die in naam van de vrede, tot behoud van de aarde en al wat daar leeft, wapens het liefst tot een ploeg willen smeden, tot een oogst die aan allen weer overvloed geeft. Er worden mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd. Wat waren jullie met een Fukushima disaster? How much money you made on Fukushima disaster? Is it reason to smile? How much money you made on Fukushima disaster? How much money you made on Fukushima disaster? Is it reason to smile? Yeah? So much? Dat police brutality. Die is voor u. Nou, daar ben ik het wel helemaal mee eens. Kan hè, in dit land. Yeah. Dat je als politie gewoon in functie mag zijn. In Amsterdam mag het op zijn minst. Dat je mogen gewoon een mooie aandacht zeggen. Nee, het is gewoon verschrikkelijk als dat gebeurt. Oh, het is gewoon te gevaarlijk. Daar ga je toch niet mee. En allemaal nog geld. Er zijn toch kernkoppen op wapens.
Dus wat dat betreft weten wij gewoon niet wat er allemaal gebeurt. En daar gaat het om. Daar gaat het natuurlijk om. Dat is maar vaak een splitje van een seconde had het mis kunnen gaan. Bij het transport, menselijk falen. Ook al ben je nog zo getraind om onderzoek te doen, om alle voorschriften na te regelen, is menselijk falen. En dat is natuurlijk, je zult maar even een kernkop kwijt zijn. Heel veel kernenergie, weten we niet waar die is. Nu dat we allemaal kunnen kijken van wat of er gaat gebeuren, dan denk ik dat iedereen wakker wordt. Maar daar wachten wij niet op. Je moet zeggen, alternatieven zoeken voor het gebruik van kernenergie. Mensen gevraagd om de tekens te duiden, die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. Mensen gevraagd om hun nek uit te steken, voor een andere tijd en een nieuwe moraal. Mensen om ijzer met handen te breken, ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. Mensen gevraagd om hun stem te verheffen, verontrust door een wapen dat niemand ontziet. Mensen die helder de waarheid beseffen, dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet. Mensen gevraagd om in naam van de vrede, voor behoud van de aarde en al wat daar leeft. Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden, voor een oogst die aan allen weer overvloed geeft. Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd. Mensen te midden van mensen gevraagd. Er worden mensen gevraagd. Dus zeer waarschijnlijk moesten nog veel meer actie voeren. Shame, shame, shame on you. Energie helpt dus niet. We hebben niet voor niks is Borselen dicht gegaan. En we zijn dan weer opnieuw bezig dat kernenergie nodig is voor onze stroom, voor onze dingen. Er zijn andere methodes. Windenergie, zonne-energie. En sommigen doen daar wat lacherig over. Maar dat is absoluut dat passé. Je moet er niet lacherig over doen. Er zijn genoeg methodes om dat inderdaad veel beter en toegankelijker en vooral veiliger te maken.